zoeken dan nog op precies. Dan creëert ze een mooie en dan één keer. Gaat het lijntje af, brengt de bal voor het doel en dat is niet slecht. Zo, kijk, zo, 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 kijk eens aan, met z'n allen op een hoopje. Alsof ze een belangrijke beker hebben gewonnen. En dan is ook de doelman van Luciano Ociano. C'est Luciano qui sort parfaitement. Oh là là, Snelbert, il y avait mieux à faire. C'était une balle de break qu'il a raté. De supporters daar hebben hun ploeg niet echt de goede eerste helft zien spelen. Misschien wel meer balbezit, dat wel. Maar in België voetbal. Buiten werkt Mujanovic. Voorgetrokken. Nog niet gedaan, Jarzou. Een bijzonder knappe trap van Jarzou. Men kan doen wat hij goed kon voetballen. Het was een Jarzou. Jarzou speelt. Jarzou komt. Jarzou trap. Wow, wat een goal. Schitterend doelpunt van Jarzou. Alsjeblieft. Oh la la. Mustafa Jarzou. Even met de arm. En dan heel makkelijk gaan liggen van Sven Vermant. Want het is even met de arm in de nek van Vermant. Niet eens slaan, gewoon contact. En dan is dit een magnifiek doelpunt. En dan heeft hij misschien wel gelijk dat hij verder voetbalt. België voetbalt. En dan Jarzou die het duel wint. Die probeert het van op afstand. Jarzou. Goed gezien. België voetbalt. Jarzou. Trappen. Mooi getrapt en mooie save van Lazic. Beste fase uit de wedstrijd. Knap gespeeld van Liersen. Verre bal naar voren. Jarzou. Een volley en een mooie trap hoor. En ook een hele mooie redding van Lazic, die de bal dan overzoekt. Janssens verliest het kopduel van Souza. Jarzou, dit is het dan. Jarzou mist die kans. Was het misschien wel gevaar voor Liersen. Komt er nog eens zo'n dreiging, zoals in het begin van de partij. Jarzou. Moeilijk. De organisatie is nog wel goed bij Liersen. En wat doet Cetil Rekdal dan? Jarzou krijgt de kans om het af te maken en doet dat.